Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe XGN FIFA video. Het WK is natuurlijk losgebarsten deze week en de gekte in heel Nederland is ook losgebarsten. Wij gaan de belangrijkste wedstrijd naspelen, dus gaan we lekker zitten. Ja, inderdaad, want natuurlijk moet Nederland tegen Spanje spelen. Vanavond. De belangrijkste wedstrijd gelijk van het WK, denk ik, wordt vanavond gespeeld. En wij bepalen hier gewoon de uitslag. Dit ja. Wordt het. Wij gaan dus al die belangrijke wedstrijden van het WK gaan we een paar uur voordat zo'n wedstrijd gespeeld wordt online zetten. En dan moet je dus denken aan een wedstrijd natuurlijk waar Nederland in zit. Maar straks ook de kwartfinales, halve finale en uiteindelijk de finale. En op die manier proberen wij te voorspellen wat de uitslag gaat worden. In FIFA spelen we het dus en dan kun je alvast een soort van vooruitblik hebben op wat er vanavond en de rest van de avond dat er gespeeld wordt gaat komen. Ik zit nu tegen Rox, maar er kan hier ook iemand anders zitten die FIFA speelt tegen iemand anders. Dat maakt helemaal niet uit. Maar we gaan er gewoon leuke wedstrijdjes van maken en kijken wie er als winnaar uit de bus komt. Yes. We hebben natuurlijk ons eigen FIFA World Cup toernooi al gehad, hè, hier op de redactie. En toen hadden Joep en Hessel samen gewonnen. Dat was een belangrijke close wedstrijd nog. Die is ook vandaag uitgezonden op XGN. Die ook zeker even checken. En we gaan ook echte simulaties doen. Dus we gaan de wedstrijden op 50 keer simuleren op FIFA. En dat doet de computer dan gewoon. En dan komt er een uitslag uit, hè, dus een gemiddelde uitslag. En daar maken we dan een leuk berichtje van dat je ook een soort van gemiddelde vooruitspelling... De XGN Octopus is dat. Dit is meer voor de leuk, dat is meer voor de echt, kan je wel zeggen. Dit is niet voor de leuk, dit is super realistisch. Ja, dit wordt hartstikke leuk en realistisch, maar dit is denk ik, dit is maar één momentopname. En 50 simulaties zou toch iets closer moeten zijn. Nou. Maar laten we beginnen. Huppa, ik heb er zin in. Oh, ik ben een zwarte. Ik ben Spanje, ik verdedig de eer van mijn vriendin, die ook Spaans is. En nou, dat moet volgens mij goed komen. Ho, keepertje. Maar ja, Nederland moet natuurlijk wel gewoon winnen vanavond. Dus ik heb hier een eer hoog te houden. Ik bedoel, als ik nu verlies, dan verliest Nederland vanavond ook. Dat snap je. Dat zou wel heel jammer zijn, ja. Ik pak mijn bal af. Falen. Oh, die liep ver buitenspel. Wat gebeurt hier? Liep ver buitenspel, die Lens. Oh, ik word heel erg hard genaaid. Dus, Nederland vanavond maakt het eerste doelpunt. Het eerste doelpunt voor Nederland. Godverdomme, nou, ik baal wel. Ondanks dat ik voor Nederland ben natuurlijk. Ho! Ik baal wel, ondanks dat ik voor Nederland ben. Hoppa! Oh! Hoppa! Ja! Ja, hij zat er al in! Hij zat er al in! Hij zat er al in! Xavi die maakt hem af. Oh! Oké, alle instellingen staan goed, nu kan ik knallen. Ja, als het zo gaat met de echte wedstrijd, krijgen we flink wat doelpunten. Dat is natuurlijk niet verkeerd. Dat zou wel mooi zijn. Wat gebeurt hier allemaal? Waarom staat... Die gast staat helemaal vrij ook, hè? Helemaal vrij. Casillas. Kan je dat doen? Wel beter af moeten maken. Kan je dat doen? Je had gewoon ingemoeten. Zeker. Helemaal vrij stond hij. Godverdomme, hoe lopen ze er zo doorheen, hè? Oh! Spanje heeft geen. Je had er ook ingemoeten. Ik ben aan het prutsen. Spanje heeft slechte verdediging. Ik ook. Ik moest al die shit instellen, maar eindelijk heb ik het ingesteld. Nu. Shit, man, ik kan beter. Eindelijk heb ik het ingesteld nu. Huppa, nu kunnen we knallen. Boom. Wat gebeurt hier? Die had heel gevaarlijk kunnen zijn, potentieel. Nu gaat het gebeuren. Hoppa! Oh, die dan! Yes! Sick! Hoppakee! Dat dacht ik al. Hoppa! Ze zijn wel sterk voorin, hè? Als ze dan die kans creëren, dan gaat hij er ook gelijk in. Oeh, halftijd. Oef, ik zit er helemaal in. Ja, ik ook. Ik zit er helemaal in. Ik kan geen commentaar meer leveren hoor. Ik wil gewoon winnen. 2-1. Gewoon winnen. Nederland moet winnen. Ik moet winnen van jou. Ik moet gewoon winnen. Okay, als Nederland wint is eigenlijk nog niet het ergste ook. Nee. Dus voor mij verliest is niet het ergste, bedoel je? Nee. Als ze nou voor jou verliezen wel, maar als Nederland wint is het in ieder geval nog een pluspuntje van de hele avond. Hoppa! Wie staat ervoor? Oh! Die gaat ervoor! Woehoe! Rust bewaren. Hé hey jongen, je trapt me gewoon omver. Wat is dit? Helemaal niks aan het handje. Oh, hoe kan ik dat missen? Oh, twee keer! Casillas, je bent een baas! Casillas, je bent een baas! Wat is dit nou? Oh, nu gaan wij! Oh, die had er echt tegen moeten. Die had er echt tegen moeten. Wat? Blijf van die bal af, mijn bal! Oh, nu gaan wij! Nu is de counter-attack. Fucking hell, wat een gepruts daar, Rox.
Nee! Wat een begon! Serieus? Zag je dat? Ik moet even stoppen, maar dat ging niet goed. Wat was dat voor een Mongolen actie, zeg. Dat heb ik nog niet eerder gezien in FIFA, denk ik. Oh, yes! Nou? Yes! Duidelijke winnaar. Jammer dat Nederland niet wint. Nou, goed dat ik heb gewonnen. 2-1 voor Spanje. Veel kansen geweest. Je had er nog een paar in kunnen schieten. Ik had er ook nog wel een paar in kunnen schieten. Kijk, hier. Eigenlijk speelde ik echt als Nederland. Hè? Nederland heeft ook altijd heel veel kansen, maar ze benutten bijna niet. Klopt, ja. Jij hebt wel echt als Nederland gespeeld. Dit kan vanavond gebeuren, jongens. De kans is zelfs aanzienlijk. Gezien ik niet zo gek veel vertrouwen heb in Nederland dit jaar. Dat het gewoon 2-1 wordt. Ja. Voor Spanje. 2-1 voor Spanje, ik gok het wel. Helaas. Maar ja, dat was de voorbeschouwing. Volgende wedstrijd komt er ook weer aan. Weet jij zo uit je hoofd wat de volgende wedstrijd is? Nee. Nee, maar goed, we gaan het schema misschien ook even online zetten. Misschien hieronder, je kan het volgen. En dan zien we jullie bij de volgende WK-voorspelling weer. Hou ook de site in de gaten voor de simulatie. En dan weet je wat het vanavond gaat worden. En dan kun jij vast opscheppen tegen je vrienden. We zien jullie bij de volgende video weer. Tot dan.